kort. Bram, kom. Los. Ben jij al met wachten en wijzen zo bezig? Nee, we zijn meer inderdaad met het komen nu bezig van met... Je zou het kunnen proberen. Goed. Gaat zitten. Af. Wacht. Kom voor. Goed zo. Apport. Hartstikke goed. Achter je. Dat is een klein. Pak je touw. Pak je touw. Moet zoeken. Pak je touw. Waar is je touw? Daar. Daar is je touw. Pak je touw. De lijn afkoppelen. Laten wij, doe de lijn maar eens los. Helemaal los? Ja. Ja, en dan kijken of als die zo... Dan kan je helemaal niet meer met de lijn pakken. Nee, precies. Zodra die ze vlos heeft, moet je eigenlijk gelijk zeggen, kom voor. Oké, dus als je hem dan heeft, dan moet ik eigenlijk gelijk zeggen, oké, ja. Want hij heeft zoiets van, dan ga ik een leuk spelletje doen. Ben je pas er tussendoor, hè? Oh ja. Wacht. Kom voor. Hier. Ah, Bram. Hier. Bram. Dit is gewoon ambulant gedrag, hè. Even zoiets van nou, ben je het even niet meer. Dus ja, gewoon blijven staan. Dan en de oproep, je kan op. De portier om te blijven wachten tot hij uiteindelijk toch naar je toe komt en hem dan ook nog belonen. Ja. Dus nu. Goed zo. Goed zo. Moet gelijk weggooien. Apport. Juist. Hij is daar. Ga zoeken. Waar is je touw? Bram, waar is je touw? Ja, je kan hem er misschien naartoe leiden. Dat we gaan bezoeken en dan ben je... Kom Bram, kom zoeken. Kom zoeken. Je bent samen met een activiteit bezig. Nee, niet die. Kom, zoeken. Goed zo. Goed zo. Kom maar. Kom maar. Ja, goed zo. Bram, kom voor. Bram, kom. Het is een beetje ambulant nou, hè, weet je wel. Kom. Goed. Goed zo. Lief naar wat ik zei, hè. Lief naar wat ik zei. Eigenlijk. Nee, als die naar je toe komt, als je bij hem dichtbij bent, dan komt hij toch? Ja. Dus dat mag wel beloond worden. Ja, moet net jij zei... hem echt pakken naar je toe halen, zit. Dan krijg je geen klik. Want net zei ik dan, kom voor kan hij niet. Ja. Nee, maar als jij daar hem toe gaat om hem te halen... En ik zeg, kom dan, maakt het niet uit. Nee, maar als jij hem naar hem toe gaat om hem te halen en hij besluit op dat moment om toch naar jou toe te gaan, ja. Dan heeft hij toch geluisterd. Dus dat ga je dan toch belonen. Als jij hem echt moet beetpakken en naar je toe halen, dan krijgt hij geen klik. Maar
alles wat hij uit zichzelf toch doet, uiteindelijk, al is het een half uur later bij wijze van spreken, dan is het goed. Dan is het goed. Want naar jou toekomen moet altijd leuk zijn. Ja, inderdaad. Apport. En als je een hond gaat straffen die na een half uur nog naar je toe komt en omdat jij gefrustreerd bent, dan zeg je de volgende keer doei. Ja, precies. Weet je? Nou, ik kan weer het beste ding gaan pakken en dan weer mee laten komen. Of je roept hem nu voor, kijk of hij meeneemt. Ja. Bram, kom voor! Dit is gewoon eigenlijk zoiets van ja, ik weet het wel, maar steek even de middelvinger op. Er is hier zoveel anders. En dan kan ook zijn dat het gewoon zoveel informatie in zijn kop aan het verwerken is. Dat hij dat even op deze manier even moet afreageren. Ja. Oké, dat gaat het ding even. Misschien om dan even wat anders te doen. Laat maar daar overheen of zo. Ja. Maar het kan op een gegeven moment ook verveling zijn, hè? Dat hij dan een beetje zijn eigen gangetje gaat doen. Dat hij zijn eigen gang gaat, inderdaad. Ja, dus dan ga je wel eventjes, je moet wel even een beetje creatief blijven denken van, nou ja, oké, ik doe even net als even wat anders. Dan hou je het bezig zijn. Ja. Dus het is gewoon een kindje dat heel... Ja, het is het kan ook zijn dat hij op een gegeven moment overprikkeld raakt, maar ook de verveling. Van het steeds hetzelfde, ja, nou weet ik het wel, weet je wel. Bram, kom eens. Maar hij is gewoon hoog begraven. Kom eens. Ga eens af. Rol om. Niet zo. Ja, dit vind je gewoon leuk. Je ziet gewoon precies. Dat je even wat effe nodig heeft. Af. Uit. Let op. Piew. Ja, goed zo. Goed zo. Jawel. Je moet normaal zien dat hij een heel slim mondje en een soort als een hoogbegaafd kind, die heb je ook precies. Elke keer wat anders nodig. Los. Ja. En dan kan je weer gewoon zo meteen weer verder gaan met waar je mee bezig bent. Let op, vangen! Kijken of ik zitten en wachten. En ja, zit. Wacht. Goed zo. Goed zo. Los. Af. Blijf. Je hoeft niet de bal. En ook een bol te doen, hè? Oké, één of het ander. Ja. Ja, natuurlijk. Ja, dat geeft het. Je hoeft niet constant te belonen, maar die klik is eigenlijk... Klik is eigenlijk het belangrijkste, hè? Ja. Kom. Goed zo. Ja. Goed zo. Als je gewoon weer hierin zet. Af. Achter toe. Apport. Die achter is niet klaar, zeg maar. Je zit nog zo leuk. Dus je zit er klaar. Je kan ze gaan verzetten. Kom. Dat zit er niet. Eigenlijk moet je dan leren dat als je klein bent, dat je niet leuk zijn van het spel. Ik heb het hele
wel klaar, als hij die bal gehaald hebt en hij hem eigenlijk weer voor en daar laat je de bal los. Ja, dan moet je hem weer. Apport! Kom voor. Kom voor. Los. Goed zo. Appert. Kom voor. Hey. Probeer het in soort klein staan zo. Van rechtop in je houding uitstralen van. Je weet wat ik van je wil. Ja, precies. Bram. Nou, nou maar gaan halen naar je toe. We gaan naar huis spelen. Ja. Maar hoe kan je dat dan het beste? Er zijn wel andere middelen. Ja, met je balletje of je. Ja. Hij snapt het in principe, maar hij komt nou toch wel weer. Ja, inderdaad. Maar het gaat steeds beter door de ringen. De bedoeling is. Dan weet hij het wel, maar ja, toch even uitproberen. Maar als hij uit gaat proberen, geeft ook aan dat hij het snapt, hè? Want hij zegt, kijk of jij doorzet. Ja. Kijk of jij het meent. Ja, precies. Wat zo is het, een opdracht, die beloning is een opdracht die, als jij een opdracht geeft, ja, en voert hem niet uit, kan je ook niet belonen. Nee, precies. Ja, klopt. Kom. En je moet hem altijd afmaken. De opdracht moet uitgevoerd worden. Ja. Goed zo. Los. Goed zo. Apport. Moet je wel uitkijken dat je hem niet opvangt. Hè? Ja, je gooit hem zo weg, hè? Je kan hem een beetje zijwaarts gooien. Dan kan hij wel zo. Af. Ja, dan ga je het een beetje uitbouwen, zeg maar. In het begin geef je voor elk dingetje nog een extra beloning, maar dan ga je gewoon een beetje afbouwen. Ja. Kom.
moet ik hem overklikken toch? Want die komt eigenlijk. Toch? Ja. Het blijft nou verwachtingsvol. Dus als je nog iets laat doen en dan nog weer die bal dan. Kom. Af. Nou, doorlopen. Ja, nou ja, dan zou ik gewoon nog even doorlopen en hem laten zitten. En als je dat doet, dan. Ja, kom. Dingetje, hoor. Ja. Dat is echt wel een dingetje. Nou ja, dat toch de baas van de mensen dat leren hebben. Ja, precies. Ja, maar je blijft toch wel die interactie houden. Je gaat gewoon even verlengen. Die klik is de beloning. Ja. Dan ga je hem ook elke keer uit de oefening halen. Snap je? Ja. Als je leuk bij hem aan het spelen bent, of dat je nou appel loopt met hem. Precies. Kom voor. Wou goed zo zeggen, maar ik herstelde mezelf. Ja, en we hebben ook duct tape. Ja, je zal zien, het is veel leuker als je stil je dingen kan doen. Ja. Tenminste, ik vind dat veel leuker. Ja, je kan de gebaren eraan doen bij kom. Ja. Als je dan de gebaren combineert, of hij snapt ze al, dan... Broeaap. Dat is wel leuk, hè? Broeaap. Daar zie je omdat je hem nou niet elke keer tussendoor nog eens die bal, dus dan even hou je hem in zijn oefening. Ja, precies. En aan het einde van die oefening, na een paar keer, dan krijg je een keer zijn beloning. Ja. Dan gaat hij meer afwachten. Van wanneer komt die bal? Kom voor. Uitdaging, kijk. Zoiets. Ja. Hier, hij let niet op, je gooit vaak die bal. Ja. Je hebt gelijk de aandacht weer inderdaad. Juist. Ja. Het is uit het verkeerde hond, dat had Herm gewezen. Zit er geen herder in? Nee, toevallig niet. Kom. Bram. Zag je nou wat er gebeurt? Daar is heel interessant, maar de bal gaat voor. Ja.